Een van mijn lievelingsboeken is Kaas van Willem Elschot. Dat gaat over Laarmans die zijn baan opgeeft om kaas te gaan verkopen. En dan vertelt hij hoe hij al die kaas inkoopt en hoe hij dan van plan is al die kaas te verkopen. En uiteindelijk lukt het helemaal niet. Verkoopt hij geen enkele kaas, gaat hij weer terug naar zijn oude baan. En wat ik zo fantastisch vind aan dat boek is hoe de schrijver met zo weinig middelen zo'n goed verhaal vertelt. Eigenlijk, al gaat het helemaal nergens over, dan nog is het een fantastisch boek. En dat, ik vind de stijl van Willem Elschot heel bijzonder, dat hij dat voor elkaar kan krijgen. Dat vind ik iets wat literatuur alleen kan.